Fijn dat je luistert naar deze korte versie van Door de Bijbel. In 240 afleveringen neemt Joost Bastiaans je mee op reis langs alle verhalen uit het Nieuwe Testament. 2 Timotheus, hoofdstuk 4: De laatste woorden van Paulus. Paulus sluit zijn brief een beetje verdrietig af. Hij weet dat het tijd is om afscheid te nemen. Het einde van zijn leven is gekomen. Hij gaat de eindstreep over. Hij heeft een goede strijd gestreden en hij heeft het geloof vastgehouden. Er ligt nu een beloning voor hem klaar. Maar Paulus is eenzaam. Hij is in Rome, helemaal alleen in een verschrikkelijke gevangenis. Hij heeft het koud en vraagt Timotheus om zijn jas mee te brengen. De tijd duurt lang. Ook vraagt hij Timotheus om zijn boeken, speciaal de perkamenten, mee te brengen. Paulus schrijft plechtige woorden als... Iemand weet dat hij zijn aardse leven voorbij is. Tegelijkertijd weet hij dat het komende leven dichtbij is. Het is alsof hij al voor God en voor de Heer Jezus staat. God zal al onze werken eens beoordelen. Paulus zegt eigenlijk: denk vooruit, Timotheus. Ook jij zult op een dag voor Jezus Christus staan. Hij zal je leven dan beoordelen. Met het oog daarop geeft Paulus adviezen aan Timotheus. Hoe hij moet leven. Deze instructies zijn voor ons vandaag net zo belangrijk. Geef het woord van God altijd aan mensen door. Doe dat of het nu goed uitkomt of niet. Dat is dus altijd. Als iemand je wakker maakt in de ochtend, moet je bereid zijn om het woord van God uit te delen. Doe dat met overtuiging. Let erop dat Paulus niet zegt. Dat hij moet spreken over de Bijbel of uit het woord. Hij zegt niet dat hij een vers uit de Bijbel moet halen en dan er een preek omheen weven. We moeten het woord van God zelf laten spreken. God gebruikt het woord voor verschillende doelen in ons leven. Timotheus moest het woord van God spreken om de mensen die verkeerd onderwijs volgden te corrigeren, hij moest het gebruiken om de mensen die verkeerde dingen deden te waarschuwen. Hij moest het woord van God ook gebruiken om de mensen die leefden zoals God het wil, te bemoedigen en aan te sporen. Timotheus moest geduldig en zorgvuldig verder gaan met die lessen uit het woord van God. Paulus schrijft in de gebiedende wijs: Spreek, wees bereid. Waarschuw, wees terecht en spoor aan. Altijd alert op verkeerd onderwijs. Blijf alert op verkeerd onderwijs. En zorg voor zelfbeheersing in alle situaties. Verdragen willig allerlei moeilijkheden. Wees trouw in het doorgeven van het goede nieuws aan wie het nog niet kennen. Dat is de taak die God aan Timotius had gegeven. Paulus heeft gezegd wat hij wilde zeggen. Nu schrijft hij zijn eigen grafschrift. Hij schrijft: Ik ben er klaar voor om geofferd te worden. Als je in die executieruimte in Rome zou zijn. Zou je een bloedig tafereel hebben gezien? Een brutale Romeinse soldaat die een gigantisch mes boven Paulus' hoofd hief. Met één felle slag scheidde hij Paulus' hoofd van zijn lichaam. Maar Paulus zegt: Als dat alles is wat je zou zien, zou je veel niet zien. Paulus' levensadem zou binnenkort stoppen, maar Christus zou zichtbaar zijn. Tot slot, zegt hij, dat zijn afscheid dichtbij is. Het Griekse woord is anachusis, een nautische term die gebruikt wordt voor een schip dat aan de kade gelegd is in de haven en op het punt staat om uit te varen. Zo zegt Paulus dat hij aan de kade gebonden is. De dood maakt een kind van God vrij. Daarom kijkt Paulus naar de toekomst waar een beloning voor hem klaar ligt. Het is een beloning voor een leven in vertrouwen op God. De Heer is de rechtvaardige rechter. Hij zal ook alle andere mensen belonen die met verwachting hebben uitgekeken naar zijn komst. Paulus is zeker van de bescherming door de Heer. Hij schrijft: De Heer zal mij altijd beschermen tegen elke aanval van de duivel. Hij zal me veilig in zijn koninkrijk brengen. Voor hem is alle eer. Zo is het. Paulus besluit deze persoonlijke brief door Timotheus te vragen hun wederzijdse vrienden te groeten. Hij brengt ook de groeten over van de gelovigen die in Rome zijn. Je voelt de liefde en genegenheid tussen de regels door. Zo eindigt de indrukwekkende zwanenzang van de apostel Paulus. Bedankt voor het luisteren naar deze korte versie van Door de Bijbel. Als je je abonneert op deze podcast, kun je alle afleveringen gratis beluisteren. Waar en wanneer je wilt. En wil je nog meer horen? De uitgebreidere afleveringen van Door de Bijbel zijn ook gratis te beluisteren. Ga naar www.nl.